Nou, we zijn weer bij de bijen. We hebben onze assistent, Elijah. Dus ik ga ons een beetje uitleggen hoe het allemaal moet. Dan hebben we Martin, die wil alleen maar vuur stoken. En dan gaan we direct even de bijen nakijken, de kasten. We moeten er echt in nu, want de kasten zitten helemaal vol, sommige, met bijen. Dus we moeten een beetje ruimte gaan geven. Oké. Nu komt de regen bij. Wat zijn jullie aan het doen? Honing aan het maken. Echt waar? Honing. En ik ben honing, honing. Hé, hey, opzichter. Zo mooi. Oh. Heb je hem nou niet even of er geen... Ja? Oké. Okay. En kijk eens even hierin. Wauw. Honing. Lekker hoor. Weet je wat ze zeggen in het dialect in België? Poor. Poor? Poor. Clarence Cage. Die heet toch Ella? Die was nog niet verzegeld. Hij zit allemaal die vieze dingen zo. De eerste honing van dit jaar. Zetten. Ja. Nu. En melissen. En heerlijke citroenmelisse geplukt. Dan gaan we een lekker theetje maken. We zijn alweer een tijdje bij René en Marie. Martin en René zijn wandelen. Linda zit... schilderen. In de Le Jardin. Ja. Die geniet lekker van de... Bonnetje. Van de vogels. Dag vogels, dag bloemen. Ken je die nog? Ja. Dus. Lekker lekker. Lekker lekker. Wat een biertje meneertje. Zo, het is weer tijd om te gaan. We hebben ook een paardje. Was jij hier, René? Te gaan? Waar ga ik heen? Wij gaan... Waar moet ik heen? Hoezo? Gaan. Ik zie de zon hier ver vandaan. In de middag. Nee, die hebben de hele dag gehad. Zomer in Zeeland. Was het zomer. Ja, die hebben wij meegenomen. In Zeeland. Voorzichtig. In mijn land. Nou, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Kijk uit, tot de volgende keer. Ja. Thank you.
Dus ik ga heel even mijn mandje pakken. En dan ga ik lekker naar buiten om te wandelen. En wat bloemetjes plukken en wat kruiden om thee van te zetten. Dus ik ga het even lekker op uit. Theetje van wat ik geplukt heb. Zo, de bloemen die ik geplukt heb, heb ik in een vaasje gedaan. Thank you.
was een enge dinosaurus. Een groene. Groene? En een blauwe. Okay. En een paarse. Ze zijn er drie. En toen klinkt ze een meisje. Toen. Hij klinkt tv kijken. Toen. Ging ze naar tv kijken? Kijken. Wat ging ze kijken op tv? Even nadenken. Prinsesfilm. Maar toen. En nu is het verhaaltje af. Nee. En wat wil jij zonder verhaaltje, Aad? Wat wil jij voor een verhaal? Ik heb geen verhaaltje. Wat wil je horen? Ik weet alleen... De ridder Graniet woont daar, die heeft een zwaard. Dus die ken je dan... Ridder Nijtje. Zo, wij gaan vandaag de tuin doen. Het gaat eerst het kippenhok schoonmaken. Dan gaan we het schoonspuiten, het vak met de hoge druk. Ik heb al wat bloemetjes gekocht. Lekker alles schoonspuiten. Dan zijn wij er weer klaar voor. Alles is lekker schoon. Hierna nog een plantje. Laat de zomer maar komen. Heel eventjes naar buiten, het zonnetje schijnt nu, om zevenblad te plukken en dan ga ik er lekker pesto van maken.
Schaam je het evangelie niet, maar weet dat het een kracht Gods is, welke zich niet laat beperken. Het zal krachtig doorbreken daar waar ik het zend. Door wie ook, wees gij gehoorzaam en betracht de vrijmoedigheid die ik u geef. Houd niet in, wees vol goede moed, opdat het een goede vrucht zal voortbrengen. Bedenk deze dingen, dat als de oogst rijp is, gij een grote opbrengst zal hebben van al dat gezaaid is.